Welkom bij het gesprek met de burgemeester deze week. Vanuit de Amtswoning, jawel, daar woont de burgemeester. En we gaan het hebben over de radicaliseringsaanpak. En het is dit weekend een jaar geleden dat bij de schietpartij op Wittenburg de 17-jarige onschuldige Mohammed om het leven kwam. Ja, mevrouw Halsema. Normaal zeg ik natuurlijk van harte welkom, maar nu zijn de rollen toch een beetje... Van harte welkom. Dank u wel, dank u wel. Ja, de ontvangst in de Amtswoning. U woont hier nu een maandje. Ja, maar niet in dit niet deel. Niet in deze kamer. Niet in dit statige, dit is u iets te enigszins oudbollige deel. Nee. Ja? Nee, ik woon op zolder met mijn gezin. Bevalt dat? Ja, het is wel heel erg wennen. Wij wonen in Amsterdam-Oost in een gewone buurt. En plotseling woon je hartje centrum, grachtengordel. En dat betekent denk ik met name voor mijn kinderen wel echt een hele grote verandering. Mm-hmm. Voor u zelf? Om zo uit hun buurt te zijn getrokken. Precies, ja. Maar was het dan ook moeilijk toch om die stap te zetten? Of vindt u uiteindelijk wel inderdaad dat het bij het ambt hoort dat je dus hier met uw gezin gaat wonen? Nou, kijk, de gemeenteraad had het ook zo ongeveer opgedragen. Mm. Maar laat ik er niet over zeuren, want het is ook prachtig en indrukwekkend. En het hoort inderdaad ook wel een beetje... bij het ambt. Dus ik vind het ook heel erg leuk. Maar het heeft ons wel een beetje hartzeer gekost. Want we woonden gewoon al heel lang in Amsterdam-Oost. En daar, ik kende de buren en de buurt. En ik had er vrienden. Mijn vaste kroegen. Dus, heeft u die intussen hier ook alweer gevonden? Of? Okay. Maar het gezin is het dus ook alweer een beetje gewend? Of niet? Ja, natuurlijk. Ja. Okay. Wij gaan het hebben over het nieuws. Nieuws van vandaag zelfs. Uw brief over de radicaliseringsaanpak. Dat is belangrijk natuurlijk om aanslagen te voorkomen. Wat opviel, we zijn in de stad natuurlijk gewend dat er beveiliging is rondom Joodse instellingen, synagoges. Ja. Maar dat het nu ook voor moskeeën gaat gelden. Ja, wij hebben, wat ik aangeef in de brief is dat wij een aantal extra maatregelen hebben genomen ten aanzien van moskeeën. Omdat er sprake is van een reële, voorstelbare, niet voorspelbare, maar voorstelbare dreiging. En dat betekent dat je een beetje oppassend moet zijn. Ja, maar dat was voorheen dus niet het geval. Nee, we hebben de afgelopen jaren meer incidenten gezien. Heel recent zie je natuurlijk nog de dreiging van de Nasser-moskee in Amsterdam-Oost. Overigens een dreiging die leek te komen uit IS-achtige kring. Precies weten doen we het natuurlijk niet. Maar je zag het de afgelopen tijd toch iets meer incidenten. En het is ook een landelijke verschuiving. Ik geloof niet dat wij de enige stad zijn die dit... En wat gaat er dan precies gebeuren met die moskeeën? Of waar dat moeten ga we ik aan u niet denken? Vertellen. Maar is dat dan vergelijkbaar met wat we dus zagen bij Joodse instellingen? Het gaat om kleine gebouwelijke aanpassingen. Ja, en het geldt dus ook dus niet voor alle moskeeën, laat dat duidelijk zijn. Weet u, wij doen eigenlijk nooit uitspraken over dit soort beveiligingsmaatregelen die we treffen. Omdat natuurlijk de gedachte erachter ook is dat het verstandig is als de mensen die kwaad in de zin hebben niet weten wat voor beveiligingsmaatregelen. Logisch, maar het is natuurlijk wel een grote stap, is het? Dat... Nou, kijk, het is niet... het gaat om kleine aanpassingen, dus u moet niet denken dat het plotseling allemaal vestingen worden. Dat is ook niet nodig, dat is niet wat we doen. Oké, maar alleen de moskeeën hebben daar in het verleden natuurlijk wel veel op aangedrongen, dat zij ook graag beveiligd willen worden. Nou ja, nu is het dan eindelijk zover. Mm-hmm. U vindt het zelf klein bier bijna? Nee, ik geef er geen waardeoordeel over. Alleen, u moet niet denken dat het vestingen worden met hekken eromheen. Dus dat beeld, dat wil ik niet schetsen. Maar inderdaad, wij beschouwen de dreiging als ernstiger dan in het verleden. Ja. Andere dingen die in de stad al in gang waren gezet... om bepaalde kwetsbare plekken te beschermen... voor het geval dat potentiële terroristen met auto's kwaad willen doen in mensenmenigtes. Ja. Dat hadden we al gezien en op een aantal plekken in de stad... Kalverstraat, Heiligeweg, Nieuwe Dijk... komen ook echt blijvende maatregelen. Ja, en dat kostte wat meer tijd omdat dat plekken zijn... die wel goed toegankelijk moeten blijven voor bijvoorbeeld de aanvoer van spullen... en daar nemen wij permanente maatregelen om ervoor te zorgen dat daar niet busjes of iets anders in gereden kan worden. Verzinkbare paaltjes? Of... Bijvoorbeeld. Ja. Ja. En is dat, vindt u, is het geen knieval? Want we weten nog gewoon natuurlijk, uw voorganger, burgemeester Van der Laan, zei altijd van we moeten wel blijven leven zoals we leven.
Dat is wat dit er gaat. Nee, maar kijk, dit is in zoverre een nieuwe maatregel dat die in werking wordt gesteld in dit jaar en dat we hem dus voltooien. De aankondiging hiervan is ook al eerder geweest. En er is zelfs volgens mij al onder Eberhard van der Laan zijn er al stappen gezet, omdat natuurlijk gewoon de aard van de terreuraanvallen internationaal enigszins is veranderd. Je maakt geen knieval, je bent gewoon verstandig. Ja. En het belangrijkste is natuurlijk om op een voortijdig stadium erbij te zijn. Daar gaat natuurlijk ook eigenlijk die hele aanpak over. U verwacht veel van de vrouwen in de stad. Ja, maar maar niet alleen in het kader van radicalisering. Ik heb de brief eigenlijk die ik aan de raad heb gestuurd in drieën gedeeld. Terreurmaatregelen, waar we het net over hadden. Maatregelen die echt gericht zijn op mensen die bezig zijn te radicaliseren. Maatregelen waarmee we proberen hen op andere gedachten te brengen, maar waarmee we ook hen kunnen volgen en controleren. Maar er zijn ook allerlei maatregelen die helemaal niet gericht zijn op radicaliserende individuen, maar die eigenlijk gaan over de democratische kracht van deze stad. En waar ik een deel van de inspanningen op richt, is het versterken van het democratisch weefsel in een groot aantal wijken. En daar verwacht ik inderdaad veel van vrouwen. Dus de vrouwennetwerken die ik bezig ben op te richten of in te richten, die zijn niet, hebben niet de bedoeling radicalisering te verminderen. Die hebben de bedoeling eigenlijk om de medezeggenschap en de democratie in onze stad te versterken. Ja, en waarom specifiek vrouwen? Omdat ik denk dat vrouwen zowel als zussen, moeders, heel veel invloed kunnen hebben in gezinnen en op zonen. Maar ik denk ook dat we vaak onderschatten wat hun aandeel kan zijn als burgers in bijvoorbeeld gemeenschappen. Waarin zij veel meer gehoord zouden moeten worden. Ook de kans moeten hebben om zich te emanciperen en niet onzichtbaar te zijn. Ja, en dat vindt ook weerklank, dat is al gaande. Die dames staan ook te springen. Ja, er is één bijeenkomst ook hier geweest. Met, de bedoeling was 25 vrouwen, maar ze hadden allemaal een vriendin meegenomen. Dus toen waren het er 5. En het idee is eigenlijk dat wij vrouwen in de stad met elkaar in gesprek zijn, ervaringen uitwisselen, ook met elkaar bespreken waar we zorgen hebben, waar we denken dat de stad steviger en sterker zou moeten zijn. En mijn idee is ook dat wij als bestuurders van de stad beter luisteren naar de ervaringen van vrouwen in die wijken, in hun gemeenschappen. En iets doen met de ervaringen die ze inbrengen. Want concreet, zij zouden misschien sneller kunnen signaleren als een zoon wordt geronseld door jihadisten? Ja, maar dat is in het uiterste geval. Kijk, wat je natuurlijk ziet dat vrouwen vaak doen. Er zijn veel vrouwen die vrijwilligerswerk doen. Er zijn veel vrouwen die zich op allerlei manieren inzetten in hun wijken. Die natuurlijk ook zien waar jongeren kwetsbaar zijn. Waar mensen vereenzamen. Dus nogmaals, het is helemaal niet uitsluitend gericht op radicalisering. De reden waarom het in de brief over radicalisering wel genoemd wordt, is omdat ik denk dat uiteindelijk de belangrijkste maatregel die je kan nemen tegen extremisme is zorgen dat een stad sterke democratische tegenkrachten kent. En overigens, het zijn niet alleen vrouwen waarop ik me richt, het zijn bijvoorbeeld ook jongeren. Samen met Rutger Grootwassing, dat geldt overigens ook voor die andere maatregelen, Marjolein Moorman, richten we ook een netwerk voor jonge Amsterdamse leiders op. Jongeren die eigenlijk ook de ambassadeur van Amsterdam willen worden. Mm-hmm. Die de waarde van deze stad uitdragen. Die jongeren die kwetsbaar zijn een duwtje willen geven. Omdat wij eigenlijk willen dat jongeren in onze stad zich ook beter gekend en gerespecteerd voelen. En in hoeverre verschilt dat van het verleden? Want ja, op die manier is natuurlijk altijd al geprobeerd om mensen te mobiliseren. Ja, ik zeg ook helemaal niet dat wij opnieuw het wiel aan het uitvinden zijn op allerlei terreinen. Nee, natuurlijk. Je doet je voordeel met maatregelen die in het verleden ook zijn geprobeerd. Wat wel een verschil is, en dat heb ik natuurlijk eerder wel gezegd, dat is die dat ik het heel belangrijk vind dat bijvoorbeeld als het gaat om migrantengemeenschappen niet altijd de route wordt gezocht van de klassieke vertegenwoordigers, maar dat bijvoorbeeld vrouwen erkend worden in de betekenis die zij hebben. Oké, als het gaat om de klassieke vertegenwoordigers, in die vorige brief viel natuurlijk op dat u in die zin afstand nam van die voorganger van Aartsen door niet het contact op te zoeken met salafisten. Ja. In de brief stond ook nog dat u zich zorgen maakte over de opkomst van salafistische netwerken. Ja. En in deze brief komt het hele woord ook niet eens meer voor. Nee, u wilt zich niet wagen aan theologische discussies. Nee, maar dat heb ik in de vorige brief ook gezet. Het staat letterlijk in de vorige brief. Kijk, waar het mij om gaat is fundamentalisten
orthodoxie hoort in onze stad beschermd te worden. Dat heb ik eerder ook gezegd, dat heb ik ook in die brief gezegd. Mensen die de grenzen overgaan van de democratische rechtsstaat, die waarden uitdragen, opvattingen hebben die bijvoorbeeld waarin de gelijkheid tussen man en vrouw niet wordt erkend, waarin homoseksualiteit niet wordt erkend, dat zijn geen bondgenoten van de gemeente. Dat geldt voor fundamentalisten die antidemocratische waarden vertegenwoordigen of antirechtsstatelijke waarden uitdragen. Dat is nog steeds zo. Dat zijn niet de gesprekspartners. Wat ik eerder heb gezegd, dat is dat ik geen theologische debatten wil voeren. Wat mij interesseert is, voor mij zijn alle mensen in deze stad die liberale waarden verdedigen, die eigenlijk de vrijheid van mensen hoog in het vaandel hebben, zijn altijd de bondgenoten. De mensen die het tegendeel beweren, niet. En dat geldt ook voor religieuzen. Maar betekent dat dan, want we hadden het even voor de uitzending over. Even over het salafisme, want het is namelijk, kijk, ik heb eerder gezegd, ik wil geen theologische debatten voeren. Nee. Dat heb ik in de raad gezegd. Wordt het dan religieus terrorisme? Nee, gewoon islamitisch of jihadistisch terrorisme. We lopen niet weg voor waar de dreiging vandaan komt. Alleen, ik ga geen debatten voeren over stromingen binnen de islam en hun geneigdheid tot het gebruik van geweld. Want dat leidt er namelijk toe dat je ook mensen die zichzelf heel orthodox vinden, maar geen geweld gebruiken, dat je die kwetst. Dus wat ik eerder heb gezegd en wat ik nu iets consequenter doorvoer, dat is, je hebt verschillende soorten terrorisme. Je hebt politiek terrorisme, links, rechts terrorisme. Je hebt religieus terrorisme. Dat kan islamitisch zijn, dat kan christelijk zijn. Dat benoemen we ook gewoon zo. Daar lopen we niet voor weg. Maar theologische discussies over stromingen binnen de islam, daar wil ik graag een beetje ver van blijven. Is dat wel blijven. Een soort van voortschrijdend inzicht of misschien een reactie op nee, de kritiek het stomme die destijds is, ik heb kwam? Het eerder ook gezegd. Alleen toen zei ik ga niet met fundamentalisten samenwerken, zo heb ik dat ook in uw programma gezegd. En dat werd uitgelegd als ze werkt niet met salafisten. Daarom heb ik het nu een keer expliciet gezegd. Ik voer geen theologische debatten. Ik zoek bondgenoten bij mensen die kunnen heel religieus zijn, ze kunnen orthodox zijn, moslims, joden, christenen. Zolang ze binnen de democratische rechtsstaat opereren, zijn ze onze bondgenoot. Treden ze daaroverheen, zijn ze geen gesprekspartner. Oké, laten we tot slot nog één concrete maatregel er nog uitpikken. Want als het gaat ook over antidemocratisch onderwijs, daar wilt u eigenlijk ook als burgemeester wat meer over te zeggen hebben of daar eerder kunnen ingrijpen. Wat bedoelt u daar precies mee? Ja, het staat iets anders geformuleerd in de brief. En wat we daarmee bedoelen is, kijk, wij krijgen signalen dat heel soms in het onderwijs, laten we wel wezen, het meerderheid van het openbaar en bijzonder onderwijs, het religieus of het nou moslimonderwijs is of joods onderwijs, is gewoon verantwoord onderwijs. Maar soms komen er signalen dat er opvattingen verspreid worden. Soms in formeel onderwijs, soms in informeel, dus laten we zeggen in klasjes die plaatsvinden in woningen. Waarin niet alleen, maar bijvoorbeeld om het toch weer Koranscholen hebben we het dan over. Ja, dat kunnen Koranscholen zijn, maar ja, een Koranschool waar islamitisch onderwijs wordt gegeven, maar dat hoeft niet uitsluitend. Waar opvattingen over mannen en vrouwen worden verspreid, bijvoorbeeld, die haaks staan op wat wij belangrijk vinden. Of waarin bijvoorbeeld wordt gezegd dat homoseksualiteit niet kan en een zonde is. Of waarin een afkeer van onze democratische samenleving wordt verspreid. Wij zoeken naar middelen, en dat is samen met de wethouder van onderwijs natuurlijk in de eerste plaats, maar ook met de onderwijsinspectie en de Rijksoverheid, om daar grenzen aan te kunnen stellen. Mm-hmm. En let wel, dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld, omdat we de vrijheid van onderwijs kennen. Die is ook heel belangrijk. Je moet gewoon vrijelijk religieus onderwijs kunnen voeren. Je moet je Koranlessen gewoon kunnen. Alleen, wij willen niet dat er, dat Koranonderwijs in uiterste gevallen, maar ook ander religieus, misbruikt wordt voor het verspreiden van opvattingen die wij beschouwen als een bedreiging voor pedagogiek en voor onze samenleving. Maar zoeken naar middelen, wat is dan toch? Dat klinkt vaag en dat is het ook nog, omdat we daarover gewoon in gesprek zijn met de Rijksoverheid en met anderen. Omdat je niet precies weet hoe je daar de vinger achter kan krijgen zonder bijvoorbeeld al die goedbedoelende scholen ook te raken. En dat is wat je niet wil. Je wil heel precies kunnen opereren.
compenseren. En alleen grenzen stellen aan diegenen die het onderwijs misbruiken, ja, voor antidemocratische opvattingen. Dat is altijd weer heel lastig natuurlijk vast te stellen, want aan de andere kant, ja, u zei het al, vrijheid van onderwijs, vrijheid van godsdienst. Absoluut. Het mag daar onderwezen worden natuurlijk. Zeker. Ja. En het is ook heel belangrijk dat het moet kunnen onderwezen, dat mensen zich ook beschermd en veilig voelen. En daarom formuleer ik het ook een beetje vaag, omdat wij op zoek zijn naar manieren om alleen diegenen die dat onderwijs misbruiken te kunnen begrenzen. We gaan naar Wittenburg. 26 januari vorig jaar drongen daar een aantal gewapende mannen het gebouwtje van de speeltuinvereniging binnen. Begonnen om zich heen te schieten. Een gebouw vol met kinderen, tieners. Ja. Waarbij uiteindelijk ook de 17-jarige man met bouchigieën om het leven kwam. Ja. Enorme impact gehad, die gebeurtenis. Diepe sporen nagelaten, denk ik. Nog steeds in de buurt, hè? Ja, in de buurt natuurlijk. Laten we het wel wezen. Eerst natuurlijk gewoon bij de familie en vrienden, bij de mensen die in het buurthuis aanwezig zijn. Er zijn mensen echt getraumatiseerd. Ik bedoel, het was een waanzinnige schietpartij. Waarbij gewoon een kind, een jongen, is geraakt die daar per ongeluk was. Het zegt natuurlijk iets over de ruwheid van wapengeweld soms in onze stad. En het heeft de buurt diep geraakt en een groot gevoel van onveiligheid gegeven. En ik denk dat het zelfs onze stad in zijn geheel heeft geraakt. Vanwege de willekeurigheid van het geweld. Dus ja, het heeft een wond geslagen. Ja. En u heeft contact onderhouden ook met de familie van Mohammed het afgelopen jaar? Ja, kijk, in de eerste instantie heeft burgemeester Van Aartsen natuurlijk contact onderhouden. Ik ben zelf ook bij de familie langs geweest. Ben ook in de buurt geweest. Dus ik heb wel goed zicht op hoe het daar inmiddels is. Ja, inmiddels, want er is destijds ook door burgemeester Van Aartsen een buurtgerichte aanpak afgekondigd. Ja. Om die problemen te adresseren, zover dat allemaal mogelijk is. Waar staan we? Nou, het opsporingsonderzoek loopt nog. Er is iemand in hechtenis en moet blijken. Er is cameratoezicht geplaatst in de wijk. En dat loopt in ieder geval door tot eind 2019. En er is heel veel geïnvesteerd in de wijk. Niet alleen is bijvoorbeeld het trapveldje opgeknapt. Is het buurthuis in het weekend ook open voor jongeren. Zijn er allerlei maatregelen genomen om de sociale veiligheid te versterken. Er is meer politie. Maar ik denk wat er ook is gebeurt, en dat is niet de verdienste van de overheid of van de politie, maar ik denk dat heel veel bewoners naar elkaar toegekropen zijn en elkaar hebben opgezocht, dat nieuwe banden heeft gesmeed. En dat is eigenlijk, het geluk bij een heel groot tragische gebeurtenis, dat ook in die wijk, denk ik, wel een nieuw gemeenschapsgevoel is ontstaan. Betekent dat ook dat wij als stad en misschien ook de politie, dat de informatiepositie ten goede komt? Want dat was ook natuurlijk ook een punt dat er weinig meldingsbereidheid was om, misschien een beetje overlap met het vorige onderwerp, als er iets mis was, om wat sneller aan de bel te trekken. Ja, kijk, dat is natuurlijk niet het doel van de maatregelen die je neemt. Hè. Het doel is niet dat mensen nou eerder naar de politie lopen. Het doel is vooral dat mensen zich veiliger en prettiger in hun wijk gaan voelen. Maar ik denk wel dat op Wittenburg, als ook in andere wijken, er misschien wat weinig vertrouwen was in de bereidheid van de overheid om in te grijpen en om hen te beschermen. En ik hoop natuurlijk wel dat dat het afgelopen jaar ten goede is gekeerd. En morgen zijn er een speciale herdenkingsdienst. Zeker. Een stille tocht voor Mohammed. Gedenksteen, die wordt onthuld. Zeker, in het gebouw zelf. Wat u zojuist vertelde, is dat ook de boodschap die u morgen wilt meegeven aan de mensen daar? Nou, kijk, ik denk dat we al in de eerste plaats herdenken. Want er is natuurlijk toch gewoon een jongen om het leven gekomen. En in de eerste plaats gaat de bijeenkomst om hem. En in de tweede plaats hoop ik dat op deze gruwelijke gebeurtenis wel iets tot stand kan worden gebracht. Wat de buurt nieuw vertrouwen geeft. En dat zal natuurlijk wel een boodschap zijn. Zeker. En dat kunt u overigens live volgen, Batenvijf. We zijn er live bij morgen. Daarvoor bent u de stadszender. Sowieso, ja. Dat is helemaal waar. Dank u wel nogmaals voor de ontvangst hier in de Amtswoning. Dit was het gesprek met de burgemeester. Als gezegd, morgen zijn we er dus bij die herdenkingsdienst en die stille tocht op Wittenburg. En wij zijn er volgende week weer, dan weer met Parkpolitiek. Graag tot dan.